De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM NV, heeft vanmorgen haar nieuw geleaste vliegtuig ingezegend. De Boeing 737-800 heeft voor 186 passagiers een plek om mee te reizen. Het vliegtuig is geleased door AerCap, een van 's werelds grootste leasemaatschappijen. De SLM heeft als registratie voor het vliegtuig PZTCV. Deze zal worden ingezet op de regionale route. De inzegening is religieus gedaan door verschillende voorgangers. Volgens Stephen Gonesh, waarnemend directeur van de SLM, werkt de vliegmaatschappij er hard aan om een extra vliegtuig te hebben voor de Mid-Atlantische route. Ten behoeve van het herstel en de groei zijn de volgende zaken in uitvoering. De routenetwerkstudie laten wij uitvoeren met betrekking tot de keuze voor de eventuele nieuwe SLM-routes. Revenue management, optimalisatie met ondersteuning van een internationale organisatie en betere aansturing op marktconforme tarieven. Na een eerste evaluatie en met de goedkeuring van de cluster van ministers hebben we tijdelijk aangehouden van het herstelplan van het voorgaande crisismanagement team ingezet en einde goed inzicht te verkrijgen in de juridische en financiële impact daarvan. Volgens Ganesh Lai Singh, president-commissaris van de Raad van Commissarissen van de SLM, is er hard gewerkt met de directie om een strategieplan uit te stippelen en ervoor te zorgen dat de SLM draaiende blijft. Er waren drie punten waar wij gewerkt hebben. Dat is eerst stabilisatie, dan herstel en dan ga je naar groei. We zitten nu tussen herstel en groei. Met AerCap, een van de grootste lessoren in de wereld. Wij van de RVC hebben ook de genoegen gehad om, om een paar onderhandelingsmeetings mee te maken. En president, ik mag u zeggen, het was daar keihard onderhandelen met een van de grootste lessoren. Minister Albert Chibitana van Transport, Communicatie en Toerisme hoopt dat de SLM met de vele uitdagingen die het bedrijf kent en heeft meegemaakt, hoger zal stijgen en meerdere hoogtes zal bereiken. Ik wil benadrukken dat de inzegening van vandaag en de ingebruikname van deze kist niet de eindstreep is, maar slechts het begin van de herrijzing van de SLM. Het is ook een dag van bezinning dat wij met de SLM een nieuwe weg inslaan en op een uitermate verantwoordelijke manier dit bedrijf gaan begeleiden en managen. Nu pas begint het harde werk. Er is geen ruimte meer voor het runnen van dit bedrijf op de oude manier. Die tijd is voorbij. President Chandrika Prasad Santokhi weet dat het niet makkelijk was voor de SLM deze stap te bereiken. Hij heeft als staatshoofd erop gestaan dat zij bij elke meeting met cijfers kwamen om precies te weten hoe het bedrijf ervoor staat. Ik zeg, cijfers zijn belangrijk. En ik wil weten, elk hervormingstraject, waar beginnen die rode cijfers weer blauwe cijfers te worden? Dat is elke vergadering. Waar beginnen die rode cijfers weer blauwe cijfers te worden? Ga niet denken dat met het toestel u alles blauw geworden is. Het gaat nog lang duren voordat alles weer die blauwe cijfers. Want dat houden we in de gaten. Als je dat niet in de gaten houdt, dan hebben zulke operaties geen zin. Want dat is het doel SLM. Weer in die blauwe cijfers brengen. En dat gaat lukken. Want we gaan hier straks aansturen. Na de inzegening en de speeches mocht er een kleine tour door het vliegtuig gemaakt worden. Het staatshoofd was onder de indruk van de nieuwe Boeing en wenste de SLM nog veel geluk verder.